die spanning die je onverhoeds op allerlei momenten naar de keel kon grijpen. Je wist niet precies wanneer het zou toeslaan. Het was op andere momenten dan je zou verwachten. Het is een van de weinige keer dat ik een soundtrack van een televisieserie heb. Killer Young Woman. She's dead. Wrapped in plastic. Laura. En dan? Laura Palmer. Oh ja, Laura Palmer. Who killed Laura Palmer? Zeg ik niet. Ik zeg het niet. Je moet altijd een geheime handhaven. Good Lord, Laura. I had absolutely no experience whatsoever in film. To be able to just lay there as a dead person was the best education I could have gotten. Was gelijk goed. En je ging erachter komen wie dat dan had gedaan. En dan is er ergens een bandje wat ze gaan bekijken. En daar, op dat bandje is een motor. En ze filmen in die koplamp van die motor. En daar zie je dus het gezicht of zo van die eventuele moordenaar. Holy smoke. Holy smoke. Op het laatst waren er geloof ik wel 46 mensen die het mogelijkerwijs gedaan konden hebben, inclusief de sheriff. Ik zou het niet meer weten. Het was echt geweldig. En je was ook echt, echt zo benieuwd naar wie het nou had gedaan. Zo benieuwd. Je wilde dat echt weten. En tegelijkertijd dacht je, ach, het kan me eigenlijk helemaal niet meer schelen hoe het nou precies verder gaat. Laat die serie maar gewoon komen en ik laat me verrassen en ik ga kopje onder in alles, in alle geledingen van wat die serie te bieden heeft. Ja, dat was dat dorpje. Het was natuurlijk een dorpje vol met hele vreemde personages. I was inventing a noiseless, completely silent drape runner. My log saw something that night. Really? What did it see? Ask it. Lara Flynn Boyle, prachtige vrouw. En een andere, hoe heet die andere nou? Die had nog zo'n mooie. Sherilyn Fenn. Agent Cooper loves coffee. Audrey. Oh, kon zij met haar kers een met haar tong een knoopje maken in het steeltje van haar kers? One of the guys on staff had a girlfriend who could actually do this trick. That obviously went right into the show and became kind of her signature gesture. And people still talk about that. Ik heb zo'n dikke lap, dat zou je mij niet moeten vragen. Een soort spons heb ik. Through the darkness of future past, the magician longs to see one chance out between two worlds. Gaandeweg kon je eigenlijk steeds minder begrijpen waar het over ging. En volgens mij waren de scenario-schrijvers ook niet altijd in staat om alle draden op een goede manier met elkaar te vervlechten. Occasionally we'd end up with a loose thread in the middle of filming that no one could remember what it had to do with anything. You know, what story point we were trying to make, who was in the scene. Occasionally we ran into these weird little cul-de-sacs. Then, you know, we just, David would like bring a midget in and we'd shoot our way out of it. The guy's a genius. Any use of midgets has got my full attention. I love midgets. Just never try and pick them up. They hate when you try and pick them up. I personally loved that room. Because there were no rules in that room. Ik ben benieuwd als je dat nog terugziet, of dat nog goed zou zijn. Denk het wel. Are you Laura Palmer? Hey, feel quiet. No, we're... There's some sirens. My arms went back. She's filled with features. David had hit upon this idea of having the actor learn his lines backwards,
move backwards, shoot the scene backwards, and then turn everything around forward. So it had this weird, otherworldly Jean Cocteau kind of feel. Ik moet wel zeggen, ik heb Twin Peaks niet helemaal uitgekeken. Ik heb de eerste 10 afleveringen gezien en daarna vond ik het minder worden. I think we had probably one or two or 12 too many subplots going on at the same time. And the show just kind of spun off into its own sort of craziness. Op een gegeven moment kwam er vervolg op een vervolg en toen waren de kijkers hier al lang afgehaakt. Was het ook ergens laat op de avond geprogrammeerd en toen ben ik nog hardnekkig al die delen ook weer blijven volgen tot het uiteindelijk echt afgelopen was. You may think I've gone insane, but I promise I will kill again. Was gelijk van, oh, mooi man. Ik kreeg het liedje getipt, was een longpiercing. Ze hadden er 500 van laten maken. Ik zei, nou, kom maar een keer langs. Dan kunnen we eens kijken of ze wat mee kunnen. Ja, dat is mooi, mooi, mooi man. Het leven, dat is één groot feest. Mooi. Ja, dat is niet te geloven, die plaats, hè. Jezus, Mina, wat niet. Want het kwam heel vaak voorbij. Je zag ze ook echt overal. En steeds weer vroeg ik, waarom? Omdat wij Hoempa zijn. Kijk, wij zijn een heel raar volk. En wij willen aan de ene kant heel graag meedoen met de hiphoppers. Maar als het de braderie is, dan gaan we allemaal een vette hap halen. Mooi, mooi, mooi man. Het leven, dat is één groot feest. Grote concerten of zo. Nou, daar zag je duizenden handjes van. Mooi, mooi, mooi man. Ja, dat is prachtig, ja. Het was hartstikke, het was een simpel dansje. We moesten wat hebben. Je kunt niet zomaar gaan staan. Ja, dat is mooi, mooi, mooi man. Dit nummer was gewoon van iedereen. Ja. Dus wij stonden op het podium, maar al die duizend man die in het publiek stonden, die hadden net zo goed op dat podium kunnen staan. Die konden net zo goed zingen als wij. Maar die gozer die dat voorzat, of voorzwaaide, een soort dirigent, die leek sprekend op mij. En het gebeurde me dus heel vaak in die tijd, dat was ik nog in het goede doel, dat mensen zeiden, hé, ben jij van Mannekor Karrespoor? En dat had ik muzikaal, had ik daar niet zoveel mee, ik vond mezelf veel beter. En zei ik van, pardon. En dan bleek dat die mensen echt dachten dat ik dat was, omdat ik op de een of andere manier op die gozer leek. Ja, la, 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 la. Die mannen die hebben ook volgens mij zoveel lol gehad. Want dat waren echt een partijtje boeren die voor de lol een koortje hadden. En dat koortje gingen ze een half uur zingen en 4,5 uur zuipen. Ja, we hebben het was gewoon hartstikke. Ja, een goede tijd. Ja. Wat we beleefd hebben, dat is rijkdom. Ja, dat is mooi, mooi, mooi man. Het leven dat de zee groot is. Super als een rode en de keer van als een wind.
hun verveling een opperste staat van bewustzijn bereiken. Kortom, nirvana. Next, ladies and gentlemen, we have three fine young men from Seattle. Grunge. Een soort tussenvorm van metal, punk, rock. Nieuw traject binnen de popmuziek, hè, op dat moment. Here they are, Nirvana. En ja, wat de, die verklaar ik om met zoveel shit te maken. Mooi, hè? Ja, ik wil een kaartje. Ik wil ook een kaartje. Ik wil een Nirvana. Natuurlijk het beroemde optreden in Paradiso. Wat echt ook wel, dat toen waren ze op hun hoogtepunt. Nou, die band is dus twee keer in Nederland geweest. Mensen vonden het niks, mensen vonden het ruk. Echt, ik vond het herrie. Ik zat elders onder in een kelder. En die band die begon na vier nummers al alles kapot te slaan op het podium. Ik ben gewoon in de kelder een biertje gaan drinken, hoorde ik van iedereen. There was just no excuse, he was deliberately screwing it up. Droop de pijn en de ellende. Die man die kon geen ster zijn. Hij was het wel, maar dat wou hij zelf helemaal niet. Tot zover